Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van mij. Hans, de beste van vandaag. Oh. Extra video. Extra game mode. Is uitgekomen. Shot met Rumble brain gemengd. Dus wat is dropshot? Dropshot eigenlijk is twee handen van de helft. En het is gewoon eigenlijk een soort volleybal, alleen ja. Het is eigenlijk een soort volleybal zonder net. Het is gewoon proberen elkaars grond kapot te maken. Dus als je ziet, is hij nou of is de bal erg gecharged. Kaartjes kun je krijgen door meerdere keren over te passen. Een rumble is eigenlijk gewoon achter. En dat nou gecombineerd. Is het eigenlijk een beetje een chaos geworden. Maar dat maakt niet uit, het is wel grappig. Dus, als je dat nou vaak wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. Morgen komt er ook trouwens nog een extra video aan. En een gamepje. Altijd leuk. En nou is er weer damage gedaan en nou is de vloer kapot en nou kunnen we scoren. Ik denk het niet. Nee, ik ben niet snel genoeg. En dat was de wervelwind. En er zijn een aantal van die krachten, zoals een zandschoen, een voetbal, een wow, een schoen. Power-up, zodat je de bal nog harder kan trappen. Switch met spelers. Wervelwind, een hoek. Dus een grapplinghoek, zodat je jezelf naar de bal kan trekken. Maar er zijn dan nog een R-switch. Wat heb ik ze dan allemaal? Nee, ijs. Spikes zijn er ook nog. En die heb ik nou. Zoals je ziet is nou heel onze vloer hier naar de pot. Nou pak ik de spikes. En... Kom. Ja, dat... Nee. Ja, ik kan niet zeven nou, want... Nou, helemaal niet. Oké, nou is hij weg. En nou is die gast ook weg, want ik heb het geroden met hem. Oh, ik ben de grappling hoek. Jee. Wow. Klonk echt. Ja. Wat. En ik probeer meestal in dit soort games gewoon een beetje de verdedigende kant van. Zo'n chaos altijd. En ik heb nou gescoord omdat ik dus die straal had aanstaan. Oh ja, dat heb je ook een magneet. En omdat die magneet er nog aan trok, werd hij op mijn naam gezet. Maar... Extra puntjes. Ah nee, net niet. Net niet. En nou is hij. Het had toch niet lang geduurd, als je rechts keek, heel onze map lag open. En dan valt hij door zo'n mini-stukje. Als ik hem nou verdedigd had. Sad. Oh. Ja. Is dat wat? Ho, ho, ho. I take the ball with me. Nice. Alsjeblieft. Nog meer. Oh ja, mensen lieven. Ik weet niet of jullie daar ook last van hebben. Ja, ik heb het een keer al gevraagd, of weet ik. Zo, jezus. Maar laat even in de comment achter of je daar ook last van hebt. Dat je als mensen joinen of lieven, dat vind je even je game moet leggen. Even leggen. Zo. Haha.
alsjeblieft. En... alsjeblieft. En nou ook opgepakt door een weapon. Die hebben ze voor me wel geïncreased. Maar dat... ja, mag dat ook even. Ja, we hebben redelijk wel al damage gedaan. Zo. Nou komt hij neer en dan... dan mag ik hem niet aanraken. No! Draw. En nee, hij heeft onze map aangeraakt. En hij zit. Nice, eerste potje gulden. En we gaan gelijk door naar het tweede potje. Yo mensen, welkom bij het tweede potje. We zitten met een AI, oh god. Nooit verwacht dat dit mogelijk zou zijn. Maar een AI die... oh, wat? Nu al één stuk van weg. Maar... een AI gaat het goed komen en... mee doet ook niks. En... ja. We zullen zien. Oh. Ja. Boost. Oh ja. Ik ben vergeten te vertellen. Als je rechts onderin ziet, boost laat je automatisch op. Niet, ja, snel. Ja, ik weet niet of ik het snel kan noemen. Oh. Oef. Nice damage. Oh nee, toch niet. Dan denk ik dus even niet, jongens. Oh. En dan kunnen we wel verdedigen, want ja. Oké. Gescoord. Weet ik niet. Oké. Nou, ik laat hun lekker op dingen gaan, want... zo. Waarom deed ik dit? Ik weet het niet. Hey. Weg. Zo. Hey. Dan boeken ze weer. Lekker bezig team. Wel leuk is altijd met je beuken. Daar heb je dan ook gewoon helemaal niks aan. Again, weg. Het is even hectisch. Vooral als je elk moment erin kan vallen. Dat heel onze map is kapot. Oh nee. Je weet het niet. Ja. Maar kijk die map. Die was overduidelijk weer en dat is gewoon kapot. Merendeels. Gewoon volledig. Volledig.
vliegt. Ja. Zin. Zo, klaar. Ja, dit is gewoon spuuggeluk. Dat hij precies in dat, in dat gat valt. Want je hebt een heel je hebt zoveel stukken. Dan is het zoveel geluk dat hij precies daar in dat een gat valt. Ach ja. We hebben nog tijd om te vechten. Hè? De tijd is er. Op deze manier niet, maar. Rach hem dan ook weer weg. Ik denk dat het een verliesje wordt, want als je ziet is mijn team niet al te goed. In de bal wegwerken, ja. Lekker bezig team. Kijk, die snapte ik ook niet. Waarom ik waarschijnlijk door die wervelwind ik gewoon. Ja. Ik kan één keer zeggen, mijn team is gewoon slecht. Weg ermee. Ja, jongens. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Natuurlijk. En we gaan gelijk door naar het laatste. Yo mensen, welkom bij het laatste potje van vandaag. En ja, dat gaat goed. En... Oké. We zitten weer tegen diezelfde gasten. Nice. Eigenlijk alles behalve nice, maar dat is iets anders. Zo. Weet je wat? Ik raak hem aan en hij zegt van dat het niet... Wauw, lekker bezig team. Gebeurt, want... Oh, hij trekt hem er gewoon in. Hij trekt hem er gewoon in, ja. Defense is real. Ja, daar kan ik niet bij, hè. Nice. Waar is je aan het... Ja. Dit had ook echt zin. Ik snap het niet. Ik raak op de gang. Game of zie ik het even zo verkeerd? Echt met jou, want... En precies staat hij daar dan.
snap het echt niet meer. Zo. Alsjeblieft. Weer een doelpuntje gescoord. Ja. Ik dacht er gewoon een beetje boven blijven hangen. Dan valt hij waarschijnlijk een keertje er wel wat in. Ook wel een beetje geluk. Dat tegenstander nog niet gewoon kaart geraakt had. Dat gebeurt ook wel eens. Weg ermee. Ja, het is gevaarlijk. En oké. No, ja, ik heb een boost game. Jezus. Die general boost was sneller. Dit is puur een lekker boost. Puur. Gast, je ziet dat ik een rij sta en dan ga je me alsnog beuken. Like, what the fuck. Wat? Ja. Zo. Ik hem dan ook. Zo. Precies, ja, en je. Precies, doen we toch wel. Waar gaat. Oh, wacht, daar werd gepuncht. Ja. Helaas hebben we het. Het derde potje verloren. En het tweede. Maar het eerste gewonnen. En we hebben een mooi doelpunt gemaakt. Gandalf. Dus als je dit nou vaak wilt zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. Laat ook snel achter in de comments of je dit vaker wilt zien. Dan kan ik nog van een paar video's van tevoren maken. En dan zie ik je bij de volgende aflevering van Rocket League of iets anders. Vergeet de notificatie niet aan te zetten voor morgen. En voor de komende tijd. Bye mensen.